dat die gamepride in Brussel komt blijven. Omdat ik vind dat, zeker in de huidige moeilijke tijden waarin we zitten met een staatshervorming en dat soort dingen, dat het heel belangrijk is als je opkomt dat we dat doen samen. En dat we niet in zoiets zouden geraken als een Waalse gamepride, een Vlaamse gamepride, een Brusselse gamepride. En vond ik het heel belangrijk dat we een Belgische gamepride konden hebben. En daarom hebben we vanaf sinds vorig jaar en dit jaar opnieuw, vanuit de Vlaamse gemeenschap, wat in de huidige context niet altijd evident is, hebben we toch vanuit de Vlaamse gemeenschap gegeven een heel substantieel bedrag. €5000 zeker, of zelfs meer, €5000, we hebben het opgedeeld. En dat is eigenlijk symbolisch, vind ik dat wel heel belangrijk dat we die link kunnen leggen om ervoor te zorgen dat dat in Brussel blijft. En ik ben eigenlijk nog veel blijer, niet alleen omdat we dat kunnen doen en dat blijven doen, maar ook omdat het parcours dat we de afgelopen 3 jaar toch samen hebben afgelegd om de Gay Pride uit te laten groeien tot een feest dat het niet alleen een manifestatie van eisen is, dat is ook nodig. Is het makkelijk aan refereren van Belgique beaucoup, heureusement à changer. Ik heb net dat Belgique n'est pas toujours ni vaar voor goede choses, mais il y a quand même beaucoup de choses die vaar voor monden. C'est assez important des olivies, je pense que c'est très important. Et qu'on peut continuer de le faire ça et de montrer à tout le monde. En ten derde zou ik willen zeggen dat heel dikwijls hebben vooroordelen mensen in de samenleving. En je weet misschien al wat Savaria gevraagd hebben, dat is een Nederlandstalige vereniging die alles overkoepelt, om dus alle schoolboeken, want je hebt over de scholen gesproken, alle schoolboeken te screenen op de gender en op de olivie-neutraliteit. En iedereen denkt van ja, er gaan heel veel vooroordelen zitten. En nu bleek uit dat onderzoek dat dat eigenlijk wel heel goed meevalt. En dat betekent dat ook daar gelukkig de samenleving sterk gewijzigd is. Maar ik denk dat we die twee dingen moeten halen, dat is die eisen opkomen voor continuerende lucht van die game, maar en même temps, ensemble, faire de plus en plus prendre l'espace public de jour-là. Et je crois que tout le monde est d'accord que la réconciliation entre le HORECA, le monde associatif, le monde politique et la ville fait en sorte que de plus en plus, ça devient une fête de la diversité. Et je crois que ça, c'est très important, que ce prêt doit rester un prêt, mais en même temps qu'on peut élargir ça faire une fête de la diversité. Et je veux remercier tout le monde qui a travaillé avec ça, avec nous. Je pense à Jochem qui va aller maintenant trouver son bonheur ailleurs. Maar ik denk dat hij wel terug naar Brussel gaat komen.